Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon. Waarom doe je zo? Waarom doe je zo? Nee, fuck off. Dat ga je gaat niet. Nee. 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 Ik heb ook geen idee waar ik heen moet. Lekker een klein kind, hè, Steve. Jij bent een motherfucker die met napraten is. Jij bent een motherfucker die mij aan het napraten is. Je gaat de goede kant op. Je moet naar beneden. Goed zo. Deze Daniel, kant. Hou op. Wat? Ja, nee, nou ben je ook heel nichterig. Daniel, hou op zeggen. Ik ga aan de verkeerde kant. Hou. Oh. Je bent de verkeerde kant op aan het gaan. Nee, helemaal niet. Oké, goed zo. Stakker. Dus, we zijn weer terug van weg geweest. Eigenlijk zijn we voor jullie nooit weg geweest, maar... Mag ik iets vragen? Dat het misschien lullig is, maar misschien ook Daniel, niet. Ik ben dik, ja, en ik kan dingen. Waarschijnlijk ga ik zoiets vragen, of niet? Ja, maar kan jij je buikspieren aan? Ik wist het ook gewoon. Ja, jij hebt echt een ongezonde obsessie met vragen of dikke mensen de meest normale dingen kunnen, Daniel. Dat is gewoon raar. Maar is het normaal? Want jij hebt geen spieren. Ik heb gewoon spieren. Het is alleen maar vet. Dus, Hoe kan je het aanspannen wat je niet hebt, zeg maar? Ik kan gewoon mijn buikspieren aanspannen zoals ook andere mensen. Als jij in mijn buik slaat en ik voel dat aankomen, ik zie het aankomen, dan span ik gewoon even mijn buikspiertjes aan. Oké. Okay. Ja, maar jij voelt het sowieso niet, want het is ongeveer... Jongen, hou je bek! Echt, jij stopt met vetshamen. Oké. Okay. Hey, we zouden een keer een aflevering dat niet doen, hè? Wanneer was dat? Weet ik veel, dat bespreken we vet vaak. Van, hey, kun je ook even maar je ja, niet vet shame of iets dergelijks. En vervolgens hou je dat echt altijd 10 minuten vol, maximaal 10 minuten. Vaak korter, maar... Nee. Soms doe ik dat ook wel, maar het is gewoon... Je bent ook gewoon dik. Maar dat hoef je niet altijd te zeggen. Maar anders vergeten mensen misschien... Wat zeg je? Ze moeten het wel weten. Anders vergeten ze het misschien. Ze moeten het wel weten natuurlijk. Ik denk niet dat mensen dat vergeten, nee. Ik denk het wel. Nee. Ze zien alleen je hoofd. Je hebt best een normaal hoofd voor zo'n dik persoon. Dat was een compliment, zonder dat het een compliment is. Dat was een compliment verwikkeld in een belediging. Weet je wel, hè? Ik heb gewoon best goede zin, Stefan. Jij niet, maar ik wel. Want we gaan dadelijk, voor de mensen die het niet weten, tegen de tijd dat dit online is het er misschien al. We gaan vandaag beginnen met het opnemen van Outlast. Stefan is echt een man, weet je wel. Behalve als het op horror games aankomt, dan is hij echt een klein meisje eigenlijk. Hoop ik dan. En... Dan gaan we Outlast spelen en dan ga ik hem meekijken en dat gaat waarschijnlijk wel leuk worden. Nee, wil me gewoon zien lijden. Met een lang of korte ei? Ik moet even mijn WhatsApp uitzetten op mijn telefoon. Dat is misschien wel een goed idee, hè? Stefan, zou jij eerder aan je vrouw haar... Voeten likken of haar oksels likken? Voeten, duh! Echt? Een voetenfetisch? Wow, ik snap... Wat is er knap aan een voet? Wat is er seksueel aan een voet? Nee, ik heb geen voetenfetisch, maar ik denk wel dat ik dat wel eerder zou doen dan oksels. Geschoren zweetoksels. Ja. Maar als ze geschoren zijn en schoongemaakt zijn, zou ik liever een oksel likken, hoor. Dan een voet. Ja, maar als de voeten zijn schoongemaakt, dan maakt het toch ook niet uit. Dan is het toch hetzelfde. Voeten zijn, ik weet niet, voeten zijn raar. Jij bent raar. Weet je wat ik heel raar vind? Kijk maar, er moet iets in je leven gebeurd zijn waardoor je iets seksueel aantrekkelijk vindt. Zoals bijvoorbeeld... Kinderen! What the fuck? Grapje! Grapje! Oké. Mijn serieuze punt is ineens een stuk minder serieus. Ja. Voeten of poep of zo, weet je wel. Ik snap niet hoe je iemand poep seksueel kan vinden of een voet seksueel kan vinden. Dat snap ik ook niet. Iets gebeurd, dus moet iets gezien hebben of gedaan hebben of bij jou gedaan zijn, waardoor dat seksueel is. En ik snap niet hoe dat kan. Ja, maar heb je ook een fetish, Daniel?
Er is genoeg in jouw leven gebeurd. Je bent autistisch, ouders dood. Ja. Je bent super lelijk. Je bent vriend met mij. Ja. Ja. Goh. Maar dat betekent niet dat ik jou seksueel vind. Nee, maar van al die andere dingen vind ik het wel raar dat je precies deze nog even uitlegt, maar... Eerlijk is eerlijk. Het is gewoon... Ja, ik vind jou echt niet seksueel hoor. Ja, de rest ook niet. Maar jou echt, echt, echt niet. Dat is gewoon raar, Dario. Dit is gewoon een beetje... Ja. Je weet, dus je moet extra duidelijk iets ontkennen wat je eigenlijk wel vindt, weet je wel? Ik bedoel van... je bent homo, Stefan. Ik ben geen homo. Oké, dan is het goed. Ik vind het wel raar dat je dan specifiek zegt dat jij geen homo bent. Dat is een beetje raar, Stefan. Heb jij dan nog... Sorry, ik was even aan het appen. Nicolien staat in de wachtrij voor het stadbudget ding, maar daar wordt zoveel oplichterij mee gedaan, jongen. Dat is niet normaal. Is dat mijn probleem of is dat jouw probleem? Nou, dat is Nicolien's probleem, want Nicolien wil een keer, of die wil niet oplichten. Die wil oprecht een cursus volgen waar ze 1000 ekjes voor nodig heeft. En daar komt ze mee in aanmerking met het stadbudget. Maar er zijn mensen die nu cursussen geven, die random cursussen, bijvoorbeeld yogalessen voor precies 1000 euro. Want je kan voor precies 1000 euro van het stadbudget krijgen. En nu is er bijna geen stapbudget meer en Nicolien staat nog in de wachtrij en dat vindt ze vervelend. Ja, dat is mijn levensverhaal. Waarom maakt ze dat ons probleem? Nou ja, ik vind het wel vervelend. Nou ja, het is technisch ook mijn probleem. Want als Nicolien moet die cursus volgen voor haar gastouder ding van de oom overheid. Ja. En die kost 1000 euro. Of eigenlijk 995 euro. Maar als ze dat dus niet via het stapbudget kan krijgen, moet het zelf gaan betalen. Dus als zij het zelf moet betalen, gaat ook van mijn geld af. Dus dat is ook een beetje mijn probleem. Weet je wel? Waarom pak je dat niet slim aan? Dan maak jij een cursus van... je moet pijpen of zo. Daar ben je op zich best goed in. Dus, het is raar dat jij van mij zegt dat ik goed in pijpen ben. Dat is... dat is ook een beetje gay. Dan. Dit is hier een belediging van mij, maar ook voor jezelf, hè? Daar maak je geen cursus van. Ja, praat maar door. Praat maar gewoon door alsof er niks aan de hand is. En dan wordt Nicolien jouw cursist. En dan moet zij dat elke dag op jou oefenen. En dan word je daarvoor betaald door haar. 1000 euro voor je te laten pijpen, pik. Ja. Is toch goed? Ja. Ja, ik vind het, in theorie leuk. Waarom heeft hij geen goede aanvallen gewoon? Nou, wel gewoon. Dat hij nog moet levelen waarschijnlijk. Ik vind het gewoon een fucking goed idee eigenlijk. Ja, maar ik denk in de praktijk denk ik niet dat je er doorheen komt met... Yo, ik wil een pijpcursus geven voor 1000 euro. Geef een stapbudget. Weet je, als je yoga mag geven voor 1000 euro, mag je ook pijpen. Ja. Weet je wat het is? Ik zou technisch gezien ook een yoga cursus mogen geven. Want yoga is geen echte professie, zeg maar. Is geen echte heb je niks voor nodig? Of geen certificaat, geen diploma, niks. Jij en ik mogen onszelf yoga-leraren noemen. Wij zijn yoga-leraren, Daniel. Wat toch? Lekker toch? Ja, ik zou gewoon doen. Doe het dan. Waarom niet? Omdat ik geen yoga-leraar wil zijn. Maar je hoeft het dan een van Nicolien te geven. Ja, oké. Leg je benen nu in je nek. Spreid je benen heel erg. Ja, die is wel heel lenig. Nice. Ik kon vroeger ook twee benen achter mijn nek leggen. Nu nog maar één, denk ik. Ja. Ik word ook ouder, ja, ook een dagje ouder. Kijk, we hebben zo lang niet gespeeld, het seizoen gaat van... Oh, dat valt mee. Wat herfst. Tegen de tijd dat dit online is, tegen de tijd dat dit herfst is, dat dit online is, dan is het waarschijnlijk het echt herfst en dan is het niet meer zo fucking warm. Kijk eens eventjes hoe soepel die loopt nu met die nieuwe videokaart, want Stefan heeft een nieuwe videokaart. En allemaal andere dingen. Ja, dat had ik al. Daardoor liep hij al soepeler, maar nu loopt hij nog soepeler. Ja, toch. Dan Stefan eindelijk eens een keer iets met zijn computer zonder mopperen. Oh, lek. Harry Potter heeft alleen maar lek. Weet je wel, dat gaan we nu niet meer hebben. Mm-hmm. Jawel, trouwens, want hebben we van ik Harry Potter opgenomen en het lekt nog steeds. Dus... Dat ligt gewoon aan jouw internet. Klopt. En dat het gewoon gestreamd wordt naar jou toe. Een heel spel. Ik vind eigenlijk ook dat we Lego Avengers moeten doen. Ja, dat is goed, want die zou jij hosten, toch? Ja.
We gaan eerst de uitlijst gooien. Zeker, zeker. Dat gaan we doen. Dan ga je een hoekje huilen en dan gaan we dan Avengers spelen. Misschien kunnen we ook wel trouwens tegelijkertijd opnemen. Dat als we even geen zin in Outlast hebben, dat we dan Avengers doen. Het gaat heel lastig tegelijkertijd. Nou, niet gewoon tegelijkertijd, niet letterlijk tegelijkertijd, maar... Ja. Klootzak. Je hoeft niet altijd een eikel te zijn, hè, Daniel. Wat? Je kan soms ook gewoon aardig zijn. Wat heb je nou eigenlijk? Heel lastig tegelijkertijd. Ja, natuurlijk niet letterlijk tegelijkertijd. Dan moet je het niet zeggen, sukkel. Dit was schoolworker Antoinette. Waar de fuck soms moet ik heen? Naar beneden. Je moet allemaal naar beneden gaan. Wacht, ik denk niet dat ik deze moest hebben. Dat is naar boven. Moest naar beneden gaan. Dus ik zei letterlijk dat je naar beneden moest gaan, dan ging je naar boven. Dat is niet slim. Nee, Daan, ik heb ooit gezegd dat ik slim ben, hè? Heb ik dat ook gezegd? Vaker. Wat zei je nou, wanker? Vaker. Vaker. Nou, ik denk wel dat ik de slimste van mijn familie ben. Dat is niet heel moeilijk. Ik ben immers de enige die niet in de laatste maand bij mijn moeder heeft moeten slapen, omdat hij het huis is uitgeschopt. Ja, precies. Nog niet, hè. Nee, nog gaat ook niet gebeuren. Ik laat hem niet mijn huis uitschoppen. Maar dit heeft niks met je intelligentie te maken, dit heeft met je kracht te maken. Ja, dat is waar. En je gewicht ook. Als Nicolie moet wel heel sterke benen hebben als ze jou het huis uit wil schoppen. Precies. Even kijken, hoe moet deze hebben nu? Dat is echt fucking slim eigenlijk. Gewoon dik zijn, zodat mensen niet het huis uit kunnen. Naar beneden. Deze moet ik hebben. Ja, dat is zo. Ja, neem een chillpil. Ik ben bezig. Oh, wat is je probleem, Pink? Jij bent mijn probleem vandaag. Heb je wel eens een hersenscan gedaan? Nee. Ze hebben geen hele dikke hersens of zo. Oh, of iemand dat bij mij heeft gedaan. Ik dacht even of ik dat bij iemand had gedaan. Nee. Of iemand was een keer bij jou een hersenscan heeft gedaan. Nee, niet dat ik weet in elk geval. Okay. Misschien dat er gewoon iets mist of zo, dat had gekund, hè. Bij mij? Hoezo ja, nou weer? Dat er gewoon frituurvet in zwemt of zo, ik weet niet. Daniel. Je hebt het nog eens 10 minuten volgehouden om mij niet dik te doen, hè? Dat weet je. Dat hebben we niet afgesproken. Nou, min of meer. Beetje wel. Nee, dat hebben we helemaal niet afgesproken. Beetje wel. Spoel terug. Penis. Ja, dit is allemaal not very effective. Oké, zullen we dat volgende aflevering dan eens proberen? Gewoon proberen te kijken of jij mij niet autistisch noemt en ik jou niet dik. Oké, is goed. Hoe gaan we die aflevering vol? Oh, waarschijnlijk over Pima. Waarschijnlijk. Oh nee, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Het voordeel is wel, als je heel dik bent, heb ik een hele dikke piemel, hè. Als je heel dik bent, heb je een hele dikke piemel, zei je dat? Ja, toch, want overal komt vet op, dus heb je waarschijnlijk een gigantisch dikke piemel. Nee, ik heb geen gigantisch dikke piemel. Nee. Maar het lijkt dus gewoon heel klein. Nee. Dan. Als je gewoon heel dik gewoon average. Als ik dat vergelijk met Nicolina piemel. Ja? Ja, bloedserie, ja, wat dan? Wat wil je zeggen? Ja, hallo? Je maakt je zin niet af? Laat maar. Dat is een grapje. Daniel Nicolien heeft geen piemel. Echt niet? Het is geen hermafrodiet? Het is ook geen hermafrodiet, nee. Dat is wel jammer, hè. Hoe cool zou het zijn om een hermafrodiet te zijn? Ik denk persoonlijk niet. Kan je gewoon jezelf... Ik zou persoonlijk niet willen zijn. Klootzak. Dan heb je gewoon geen vrouw nodig. Kan je gewoon jezelf ballen de hele dag door. Ja, maar dan moet je het helemaal... Je kut in douwen, dat vouwen zeg maar, dat is toch onhandig? Ja, maar wat nou als die er zeg maar boven zit, dus dan hoef je alleen maar dubbel te vouwen de hele tijd. Dat is hetzelfde als dat, kun jij je piemel in je kont vouwen dan? Ja. Uh-oh. Ja, ik weet zeker dat jij je piemel, ik durf er op wetje op te leggen dat jij je piemel niet in je kont kan vouwen. Ga jij toch ook als je gewoon niet direct is? Dan denk ik nog dat jij je piemel niet in je kont kan vouwen. Nou, laat maar zien. Oh, ik krijg een appje binnen. Even kijken. What the fuck? What the fuck?